vrienden, we hebben het natuurlijk allemaal gelezen. Die moord. Ja, want dat is het. Op Mallorca. Van die Carlo Heuvelman. 27 jaar. Dat hebben jullie natuurlijk allemaal meegekregen. Dat is ook weer vreselijk. Gewoon verschrikkelijk. Maar daar zijn toch weer een aantal dingen aan de gang. En dat moet me even van het hart gewoon. Ik bedoel, dat kan ik me dan zo verschrikkelijk aan ergeren. Want nu staat er dan bijvoorbeeld in de krant, staat er niet het woord tuig. Normaal, stel dat dit Marokkaanse jongens waren geweest, dan had er gestaan dat tuig dit en dat en dat tuig heeft iemand gewoon doodgeschopt. Nee, nu staat er gewoon, het zijn jongens uit Hilversum en Bussum. Dat staat er dan. Nee, het is Gaius uit het Gooi. Het is Gorum. Het is ook tuig. Dat is wat het is. En die gaan dan vakantie vieren met een mannetje of 13. En besluiten dan iemand gewoon helemaal in elkaar te slaan. En dan uiteindelijk maar dood te schoppen. En dat heet dan poging tot doodslag. Nee, dat is moord. Als jij iemand helemaal in elkaar slaat en hem daarna voor zijn kop schopt, dan kan je er wel van uitgaan dat hij doodgaat. Ja, en dan is het gewoon moord. En de volgende ergernis is dan dat die jongens ook nog eens een keer rijke luiszoontjes zijn. Ouders met poen daar in het Gooi. Van die kakkieneuze gastjes. En die ouders, in plaats dat die nou zeggen van, wat is dit potverdomme, ik rij jou persoonlijk naar de gevangenis en ik wil jou heel lang niet meer zien. Nee. Wat doen die ouders? Nee, die verzamelen een leger aan advocaten, zowel in Spanje, waar het dus gebeurd is, op Mallorca, als in Nederland. En dan willen ze dus voorkomen, daar gaat het dan om, dat die jongetjes in Spanje terechtkomen. Ja, want ze willen graag natuurlijk de softe hand van Nederland hebben. Ja, dan krijg je niet zo'n lange straf. Nee, natuurlijk niet. En dan gaan ze natuurlijk proberen het allemaal een beetje te verdoezelen. En dan moet het allemaal maar een beetje weggemoffeld worden. En dat is het dan. En dat moet dan met veel poen gebeuren. Gadverdamme. En dat is precies het verkeerde voorbeeld wat er wordt gegeven. Die ouders hadden al lang een statement uit moeten geven met 100 keer sorry naar de familie Heuvelman van die arme Carlo. Ja, dat had al lang moeten gebeuren. Maar nee hoor. Nee, wat doen we? We verzamelen heel veel advocaten en we gaan zorgen dat we ze ook zo beschermen. En dan is één van die advocaten, de volgende ergernis, dat is dan ook zo'n vogel met een dubbele voornaam. Ja, natuurlijk. Daar in het Gooi. En die zegt dan van, nee, we gaan wel alles op alles zetten om de jongens in Nederland te houden. Ja. Ja, want weet je waarom? Anders is het zo zielig voor ze, want dan kunnen ze geen bezoek krijgen in de gevangenis. Nou zeg! Gadverdamme, dat is toch om kotsmisselijk van te worden. Van dat soort geluiter. Dat is dan weer Nederland op z'n allerslechtst. Dan toch weer proberen van de dader een slachtoffer te maken. Van, oh nee, dan zijn ze zo zielig als ze daar in de gevangenis zitten. Ja, nee, hoe zielig waren ze om iemand dood te schoppen? Hoe zielig is dat dan? Hé, meneer de advocaat met dubbele naam? Ach nee, het is de ene ergernis naar de andere. En daarom, ik roep ook op het Openbaar Ministerie in Nederland. Alsjeblieft jongens, toon nou eens een keer ballen. Pak nou eens een keer door. En doe het nou eens een keer niet met die softe hand. Nee, al die 13 gasten, er zijn 2 daders, dat is duidelijk. Dus 11 gasten waren erbij die niks gedaan hebben. Die het eigenlijk maar zwijgend hebben goedgekeurd. Die moet je ook veroordelen. Die moet je ook pakken. Zorg dat ze veroordeeld worden. Zorg dat ze een strafblad krijgen. Daar moet je voor zorgen. En de hele carrière van die gasten. Allemaal naar de kloten. Zo moet dat gaan. Zo moet je die gasten aanpakken. En niet anders. En die daders, die moet je uitleveren aan Spanje. Doe dat nou. Ga het nou niet weer doen dat het in Nederland even een paar jaartjes en weg en we zijn er weer mee klaar. Nee.
Zorg er nou voor dat die gasten in Spanje komen. In een hele ongezellige gevangenis. Ja, dat is wat ze krijgen. En daarbij, ze krijgen een hele lange straf in Spanje. Hier. Laat ze hier komen. Zorg dat ze hier terechtkomen in Spanje. En dat zal ze leren. En zo moet het gaan. Alsjeblieft, Openbaar Ministerie, verhoor mijn gebed.